Hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Katja en ik hou van oogschaduw. Vandaag ga ik met jullie een zogenaamde oogschaduw tag doen. Dat is een manier van door je collectie gaan op basis van tags. En elke tag is dan een vraag. En dit is niet een origineel idee van mijzelf. Er zijn diverse eyeshadow tags, video's te vinden op YouTube. En voor zover ik heb kunnen nagaan, is de eerste persoon of de twee eerste mensen die dit hebben gedaan, in het Engels dan natuurlijk, moet even spieken, zijn Samantha March en Ellie Glines. Dus nou, je kan altijd even op YouTube googlen en op eyeshadow tag en dan vind je, ik weet niet hoeveel video's van mensen die dan allemaal dezelfde of bijna dezelfde vragen doorlopen. Dus ik dacht, laat ik eens een Nederlandse variant daarvan doen, dus de oogschaduw tag. En ik heb de meeste vragen van de Engelse wel overgenomen, maar ik heb wel hier en daar wat aanpassingen gedaan om het meer naar mijn situatie toe te vertalen, want ik kan niet met elke vraag evenveel. Dus laten we maar beginnen. De eerste vraag is, wat is je allernieuwste oogschaduwpalet? Dus de laatste die je, zo vertaal ik dat, die je gekocht hebt. En voor mij is dat deze. Deze heb ik notabene gekocht in februari. Dus zo vers is die. 1 februari heb ik hem gekocht bij de Issy Paris. Want die hadden allerlei aanbiedingen. Ik heb wel gezegd dat ik een low-buy doe. Hè? Dus niet een no-buy, dan een low-buy. Dus ik heb bedacht om niet te veel oogschaduw te kopen. En een van de criteria die ik voor mezelf hanteer, is dan moet het een hele goede aanbieding zijn, minimaal. En het moet iets zijn wat ik of al een tijdje op mijn eigen wishlist had staan. Of wat van een merk is dat ik echt volg. Zoals Viseart of Natasha Denona. Of zoals in dit geval ABH. Dus Anastasia Beverly Hills. Dat is één van mijn favoriete merken. Ze staan echt wel in mijn top 3 favoriete merken. En dit palet stond, is dus niet alleen van hun, maar stond ook op mijn verlanglijst. En dit is uit hun Norvina serie. Dus dat zijn altijd grote paletten met 25 heel fel gekleurde oogschaduwen. Dat vind ik er zelf ook leuk aan. Ze hebben er 5 uitgebracht. 5 van deze grote. Dit is de nummer 2. En nu heb ik ze alle 5. Dus dit was de laatste nog. Ik heb een tijdje getwijfeld van zal ik het doen, zal ik het niet doen. Maar nu, dit was een aanbieding voor de helft van de prijs. En dat vind ik dus een goede aanbieding. Kijk, voor 25% zou ik het niet gedaan hebben, maar 50%... dacht ik, ja, ik doe het. Ik vind hem heel erg mooi. In het echt vind ik hem eigenlijk mooier dan op internet nog. Dus gelukkig maar. Dus dit is mijn allernieuwste oogschaduwpalet. En ja, de volgende vraag is logischerwijs dan natuurlijk, laat je oudste oogschaduwpalet zien. Daarvoor moest ik echt wel even nadenken en even grasduinen, want ik weet natuurlijk niet meer van jaren geleden op welke dag precies ik iets heb gekocht. Maar wat ik wel kon achterhalen, want mijn oudste paletten stammen uit 2017. Ik heb het afgelopen jaar de oudere paletten al weggedaan. Dus de oudste zijn nu uit 2017. Dus dan gaan we toch ook al het vijfde jaar in. Hè? En ik heb kunnen achterhalen op basis van aankoopbonnetjes en zo, die ik dan digitaal nog wel ergens terug kan vinden, dat deze dan de oudste is. Want deze stamt uit januari 2017. Deze is van Makeup Revolution en hij heet Eat Sleep Makeup Repeat. En het is een neon of een neon palet. Oh, er zit zelfs nog zo'n ouderwets kwastje zit erin. Dat gebruikte ik vroeger ook echt vaak. Toen was ik nog niet, wist ik helemaal niet wat je met penselen moest. En dit is hoe die eruit ziet. Echt neon, felle kleuren. Volgens mij heb ik hem wel eens in een van mijn andere video's ook genoemd, hoewel ik niet meer zeker weet. Volgens mij, in mijn dupe video heb ik hem ook genoemd. Klik hier als je die video wil zien, ook een leuke video. Maar dit vind ik nog steeds een leuk palet. Ik gebruik hem natuurlijk niet elke dag, want dat is echt wel, het is wel heel bont, hè. Maar ik vind hem nog steeds heel erg leuk. En als ik hem gebruik, dan ben ik ook iedere keer weer enthousiast over de looks die ik ermee maak. Dus ik vind hem ook nog steeds heel erg inspirerend. Als deze ooit echt te oud wordt, dat hij het niet meer doet of zo, dan denk ik dat ik nog wel weer eens een neon palet ook terug ga kopen. Dan is de volgende vraag, wat is het duurste palet dat je hebt? En daarvoor heb ik gekeken naar letterlijk het hoogste bedrag dat ik heb betaald en niet zozeer wat kost die normaal gesproken. Want ik probeer altijd dingen wel in de aanbieding te kopen, dus het gaat mij dan niet om
Want zo had ik ook kunnen, ik had ook kunnen kijken van wat zou het duurste zijn geweest als ik niet een aanbieding had gehad. En dan was het misschien een ander palet geweest. Maar ik heb nu gewoon gekeken naar het absolute bedrag. En dus wat heb ik ervoor neergelegd? En dat was dan nog in de aanbieding. En dat was van Vizyard. Dit is een heel groot palet ook van Vizyard. Vizyard, ja, jullie weten het als je mijn video's hebt gekeken. Ik noem ze bijna in elke video wel, want dat is mijn favoriete merk. Of een van mijn, ja, een van de top drie dus. En het zit eigenlijk altijd met zo'n flapje zo. He, groot, klein, vierkant, rechthoekig, maakt niet uit. En dan zijn dit de oogschaduwen. Nou ja, ik haal ze er altijd uit, die Vizyard oogschaduwen. Dus ik zal daar even laten zien wat is dit dan voor palet. Maar dit is een volledig mat palet. Allemaal basiskleuren. En ja, dat is echt perfect voor als je bijvoorbeeld mooie shimmer paletten hebt of losse shimmer singles. Zeker als je duurdere hebt van Clionat of zo, waar je dan eigenlijk ook een goede mat tegenover wil zetten. Ja, dan is zo'n basispalet van Vizyard is wel perfect. Want de matten van Vizyard zijn heel goed. En ik heb van Vizyard heb ik eigenlijk alle oogschaduwen in een paletboek zitten. Dus ik moet even bladeren in mijn paletboek. En dan zie je hier een gedeelte. Ja, het is natuurlijk zo dat ik dingen combineer. Maar zeg maar de kleinste vierkantjes hier. Dus die lange rechthoekige, die moet je even wegdenken. Want dat is een ander palet. Maar de vierkanten, die vier rijen hier, plus eentje die ik nog laat zien dadelijk, want die heeft eigenlijk vijf rijen. Dit zijn de kleuren, dus echt basiskleuren, van licht naar donker. Het is ook echt van wit, zoals je hier ziet, via grijs naar zwart. Natuurlijk allerlei tinten bruin en huidkleuren en ook wat fellere kleuren. Dus daarom vind ik het heel mooi. Nog even de laatste rij laten zien. Die heb ik even op een andere bladzijde opgeslagen, ook door ruimtegebrek. En het is de buitenste rij, dus deze drie hier. Dus die drie onderste hier, die vierkanten. En dan van datzelfde formaat vanaf hier die vier naar boven. Dus deze zeven is dan nog de vijfde rij van die Grande Pro. Dus dat zijn de wat warmere neutralen. En dan zijn de koelere neutralen dus op deze bladzijde te vinden. Dus dit is mijn duurste palet. Ik heb er in de aanbieding, schrik niet, €120 betaald. Als ik het snel zeg, valt het wel mee. Maar voor mij is dat echt een investering. Ik gebruik het ook graag. Ik bouw er graag paletten mee. Het is goede kwaliteit. Dus ja, voor mij is het de moeite waard. Maar weet je, dat is natuurlijk niet voor iedereen. Als je gewoon je oogschaduw wil gebruiken, ja weet je, dan heb je dat natuurlijk niet nodig. Maar ik vind dat leuk. Voor mij is oogschaduw een hobby. Zo moet je het ook zien, hè. En je investeert in je hobby. En daar investeer je dan weer meer in dan in iets wat niet je hobby is, zou ik maar zeggen. Iets wat je functioneel gebruikt. Dus dat is mijn duurste palet. De volgende vraag is, wat is dan mijn goedkoopste palet? Nou, daar moest ik ook even voor zoeken. En ook in de aankopenwijze grasduinen. Maar de allergoedkoopste die ik heb kunnen vinden is deze van Beauty Glaze. De Beauty Glaze, dat koop ik op AliExpress. Maar het is ook een, volgens mij is het ook beautyglaze.com of zo. En ze zijn ook op Amazon. Dus als je niet naar AliExpress wil, maar ja, dan betaal je dus meer. Ik heb voor dit paletje, dit is een kopietje van een van Huda Beauty's Obsessions paletjes. En voor deze heb ik betaald €2,77, inclusief verzending. Dat is een verschil, hè? Ik moet zeggen, want dit is ook al een wat ouder paletje. Ik heb hem dus ook nog steeds niet weggegooid, want dit is goede oogschaduw. Hoe is het mogelijk? €2,75 en ik maak me er graag mee op. Dit is het Uranus paletje. Ze hebben een serietje Huda kopietjes gemaakt en die allemaal de naam van een planeet gegeven. Ik heb zelf ook Neptunus en Mars, maar ze hebben nog een paar andere planeten ook. En dit is dus de Uranus, de groene. €2,77, ja, daar kan niks aan tippen. De volgende categorie is grootste en kleinste paletten. Nou, de grootste is echt makkelijk. Ik heb dus gekeken naar omvang dan, want ja, dan moet je weer definities gaan doen. Maar dit is echt mijn allergrootste palet. Ik geloof dat hier 196 kleuren oogschaduw zitten hierin. Ja, briljant. Ik heb hem ooit cadeau gekregen van mijn moeder met de kerst. En toen heb ik hem een paar jaar echt alleen maar om naar te kijken ergens neergezet. Want ik vond hem zo mooi alleen al om naar te kijken. Want ik hou van die kleurenoverloopjes. Dus het was een soort schilderijtje voor mij eigenlijk. Dus hij stond gewoon ergens zo tegen de muur. Dat ik op een kastje, dat ik er mooi naar kon kijken. En op een gegeven moment dacht ik, nou moet ik hem toch wel gaan gebruiken. Vond ik lastig om echt aan te, dat maagdelijke dan aan te breken. Achteraf heb ik daar wel een beetje spijt van. Dat zou ik nu niet meer doen. Want ja, oogschaduw, die kun je wel vrij lang bewaren.
Maar in het eerste jaar is die wel het allerbeste en dan is die ook het meest gepigmenteerd. En ik merk wel dat deze nu niet meer op alle kleuren even gepigmenteerd is. Sommige pigmenten die vervliegen wat, of die, hoe zeg je dat? Ja, vervliegen of vergaan wat sneller, ook onder invloed van daglicht. Nou heeft deze wel in een donker plekje gestaan in mijn huis, waar altijd het licht eigenlijk uit was, behalve als ik er echt was. Maar goed, dan nog. Ik denk dat die wel 2 of 3 jaar gestaan heeft voordat ik hem ben gaan aanspreken. Dus ik merk dat de bruine het eigenlijk allemaal nog goed doen. Volgens mij is bruin in de oogschaduwwereld ook een van de makkelijkst te formuleren kleuren. Want het valt me altijd op. Alle merken doen altijd overal bruin in. He, nou ja, behalve echt in een echt regenboogpalet. Maar wat je ook voor themapaletten hebt, daar zit altijd bruin bij. Dat ik altijd denk, waarom? Maar het is blijkbaar ook makkelijk te formuleren en in de zin van ook makkelijk goed te krijgen. En goede kwaliteit. Want de bruinen in dit palet, die doen het dus nog goed. En ze zijn ook echt goed van kwaliteit. Nog steeds. Deze koelere kleuren hier, die doen het nu wat minder goed. Dus, nou weet ik natuurlijk niet, want ik heb het niet geprobeerd toen. Of dat altijd al van medium kwaliteit is geweest, want dat kan. Of dat het gewoon echt vergaan is door de jaren en dat het er heeft gestaan. Dus dat weet ik niet. Maar zeg maar deze hier, die zien er wat donkerder en voller uit. Maar op het oog is dat bijna pastel inmiddels. Dus dit kan ik eigenlijk niet meer zo heel goed gebruiken. Tenzij ik er een ander palet bij gebruik. Met dan echt de echte donkere kleuren in die koele kant. Maar goed, dit stuk is nog wel goed bruikbaar. Maar ik vind hem wel heel gaaf, nog steeds. En dan de kleinste palet. Er zijn natuurlijk meerdere kleine paletten te krijgen. En ik heb ook meerdere. Ik heb ook kwadjes en zo. Dus ik moest even kijken van ja, hoe vergelijk ik nou een kwadje met een rechthoekige en weefsel. Dus ik heb nu bedacht van nou, het moet niet alleen klein zijn in omvang. Maar als ik dan allemaal verschillende kleintjes heb, dan heb ik gekeken naar en dan wie heeft dan echt de minste oogschaduw. Dus is ook nog klein in product, in volume. En dat zijn bij mij de 11 bite size mini paletjes. Dus dat zijn deze kleine paletjes van 11. Ik heb ze wel eens in mijn, ik geloof mijn cadeautip video, heb ik de 11 paletjes ook genoemd. Dus ik heb deze twee in chocola en mint kleur. Dat is ook een mint thema geweest van hun, deze twee. En ik heb ook deze nog. Dat is ja, een beetje tussen blauw en paars in. Een beetje periwinkel, een beetje richting indigo hier. Heel apart. Ik heb dit nu ook gedeeltelijk op de ogen, dus op de oogleden en in de buitenste ooghoek heb ik deze kleuren. Dus ja, ik vind dat zelf wel mooie kleuren, moet ik zeggen. En ook ja, goede kwaliteit. Tenminste, voor wat je ervoor betaalt, want ze zijn natuurlijk ook niet duur. €5 zijn ze, geloof ik. Ja, en natuurlijk heel licht. Je hebt qua product hier 3,5 gram product in totaal. Dus dat is net iets minder dan 1 gram per kleur. En daarmee is dit dus het kleinste palet. Want de kwadjes van Colourpop en ook de kwadjes van Viseart die ik heb, die zijn misschien wel net zo groot of klein in formaat als je centimeters meet. Maar die hebben wel meer product, meer grammen. Ja, het kost niks en dan heb je ook niks, zullen we maar zeggen. Dan een van de categorieën die ik zelf toe heb gevoegd in de plaats van een andere. Want de oorspronkelijke oogschaduwtag, de vraag is aan welk palet heb je de beste herinneringen? Ja, dat klinkt zo sentimenteel. Ik heb dat niet. Ik heb geen speciale herinneringen aan oogschaduwpaletten, dus daar kon ik niet zoveel mee. Dus ik heb dat nu vervangen door de vraag, welk palet heeft de mooiste verpakking? Want dat leek me ook wel leuk om te laten zien. Ik heb hem alles laten zien. Ik heb er zelfs een aparte video aan gewijd. Maar dat kan natuurlijk niet anders dan Zizi zijn. En wel de Queen of Hearts. Moet je nou kijken, al die glittertjes die gewoon als een soort van zo'n sneeuwhuisje ook bewegen. Ik heb net het palet expres even bewogen. Ja, jongens. Ik heb niks wat mooier is dan dit. Ik heb nog 2 andere paletten van hun, die hebben ook hele mooie verpakking. Maar dat is een andere serie, dus die zien er dan, die hebben niet dat glitter. Dus dit, ik vind dit echt de allermooiste. Dus Queen of Hearts, de Alice in Wonderland serie is dat. En dit is het paletje. Het is best goede oogschaduw, dus klik hierboven als je de video wil zien met de review van dit palet. Ja, ik vind het een heel gezellig paletje. Maar ja, die verpakking, dat is het jongens. Dat is het helemaal. Ik heb zelfs overwogen om de 2 andere in deze serie alleen al daarom ook te kopen. Ik heb dat alleen niet gedaan. Ik ben sterk geweest, maar ik vond het wel. Het is prachtig. Weer terug naar de echte vragen van de oogschaduwtag serie. De volgende vraag is, welk van jouw paletten had de grootste hype? Er zijn wel meer paletten waar een hype omheen is, maar ja, welke heb jij dan?
Nou, die ik heb, die echt gehyped is, is deze. En dat is moeilijk om te laten zien, omdat echt alles spiegelt. Dus ik doe hem snel open. Het is een roze metallic doosje. En dat is natuurlijk de Pat McGrath Divine Rose 2. Ik probeer even de kleuren shift te laten zien. Maar dit is in ieder geval een Pat McGrath palet. En ja, de Divine Rose 2, zij heeft ook een 1. Die was ook al heel populair, maar de 2, daar ging echt de hele make-up wereld van uit het dak. Dus he, iedereen, ik niet overigens, want ik was toen nog niet zo into de oogschaduw. Dus ik kwam er wat achteraan gehobbeld, zullen we maar zeggen. Ik heb wel in de tijd dat dit uitkwam, keek ik al wel allerlei oogschaduwvideo's. En was ik meer nieuwsgierig van wat is dat toch allemaal, al die hype. Dus deze heeft echt een hype gehad. Ik denk ook als je dit googelt op YouTube, dat je hier heel erg veel hits op krijgt. De volgende vraag is dan, welk palet was die hype niet waard in jouw collectie? Nou, die heb ik wel eentje gehad, maar die was het zo niet waard wat mij betrof, dat ik het palet ook heb verkocht. Dus ik kon er niet zoveel mee. Dus dat is de enige vandaag die ik je niet in levende lijve kan laten zien. Dus ik ga even aan de kant. En dat is deze van Morphe en dat is de 35B, oftewel de Color Burst, zo heette die. Ik vind hem nog steeds qua kleurverhaal heel erg mooi. Ik vind altijd de kleurverhalen van Morphe over het algemeen wel heel mooi. Met de meeste kan ik wel wat. Maar de kwaliteit viel me gewoon ontzettend tegen. En ja, nou zijn ze niet super duur, maar eerlijk gezegd, ik had een paar van de oogschaduwen niet allemaal hoor geprobeerd. Maar toen dacht ik al, oh nee, het liet ook heel veel, hoe zeg je dat, vlekken na. Hè? Dus je hebt altijd als je rood of roze of zo gebruikt, dan kunnen die pigmenten jouw huid een tijdje verkleuren. Nou, dat heeft wel 3 dagen geduurd of zo, voordat ik dat echt eens van mijn ogen had. Dus hè, ik heb wel meer paletten waar dat rood in zit en wat ik dan een beetje zo die vlekken, die bevlekking heb, zeg maar. Maar dat is altijd de volgende dag wel weer weg. Als je goed met reinigingsmelk en zo en een beetje een nachtje erover slaapt. Maar die van Morphe, dat was echt niet normaal. Dus ja, dat zegt mij ook persoonlijk iets over toch denk ik de kwaliteit ook van de ingrediënten die ze dan gebruiken. In ieder geval dat het op mijn huid dan niet zo goed werkt. Dus daarmee dacht ik, ja, dan wil ik de rest durf ik eigenlijk niet aan. Achteraf denk ik wel, ik heb ook met die roze expres ben ik begonnen, hè, om dat dus te testen. Dus het kan best zijn dat de andere kleuren dat dan niet hebben gehad. Maar ik vond dat, ik kreeg gewoon weerstand tegen dat palet. Ik denk, nou, Ik had al op internet ook gezien dat de reviews altijd heel wisselend zijn over Morphe. Dus mijn eerste ervaring met Morphe was ook gelijk deze. Dus ik dacht, ik ben gelijk klaar. Ik hou er ook weer gelijk mee op. Dus ik heb het verkocht, gelukkig kon ik het nog verkopen. Je hebt altijd liefhebbers ook van het merk. Dus nou prima, ik had toch bijna op die paar oogschaduwen na niks gebruikt. Ik heb het ook nooit meer teruggekocht, Morphe. Dan is de volgende tag is je favoriete palet van je favoriete merk. Nou heb ik wel een top 3 of misschien 4 van merken. En ik heb al een paar genoemd, zoals Viseart en Anastasia Beverly Hills. Die zitten ook in de top 3. Sydney Grey zit in de top 3, die heb ik nog niet genoemd. Die zit ook niet in deze oogschaduw tag. Maar Natasha Denona hoort er ook bij. Dus oké, een top 4 heb ik dan. Dus ik dacht, laat ik dan niet Anastasia Beverly Hills en Viseart noemen. Dus laat ik dan even kiezen tussen Sydney Grey en Natasha Denona. En ik heb gekozen voor Natasha Denona. Een van haar kleinere 5-pans paletten. Dit is echt mijn favoriete palet van haar. Nou zijn eigenlijk van deze 5-pans serie is de kwaliteit eigenlijk altijd goed. Dus deze ook. Dus kwaliteit is goed. Ik vind het kleurverhaal zoals het nu is, vind ik al heel erg inspirerend, erg mooi. En nou ja, jullie weten, je kan deze pannetjes kun je heel makkelijk uitwippen. En wat mij dus aan mezelf ook opvalt, is dat ik van deze kleuren ook altijd wel 1 of 2 zelfs gebruik in paletten die ik zelf bouw of namaak. Dus er is iets met deze kleuren die mij sowieso dus ook heel erg... Dus ik gebruik hem ook vaak. Met name ook deze, die middelste hier, die heb ik echt zo vaak gebruikt al. En ja, die shimmers zijn gewoon heel goed en... Ja, ik vind dit kleurverhaal dus heel erg mooi. Dus van Natasha is dit mijn favoriete palet. Normaal gesproken wonen deze 5 schaduwen in dit palet. Hè, want ik haal ze er dus altijd uit. En dan maak ik er een compleet groot palet van. Dus dit zijn eigenlijk allemaal 5-pans paletten. Maar ik dacht voor de gelegenheid van deze video doe ik ze weer even terug in hun doosje. Dan kan je zien hoe die eruit ziet. Deze is niet meer overal te koop. Maar in elk geval nog wel bij Natasha Denona zelf. Er zijn wel winkels die Natasha Denona verkopen. Maar deze zijn heel snel gegaan. En zeker ook in deze kleurstelling. Dus ik weet niet of deze specifieke er nog is. Dit is haar nummer
11, als je ernaar op zoekt. Ze heeft ze gewoon genummerd. Ze heeft 13 paletten. Dit is de nummer 11. Dus als je ernaar op zoek bent, zoek op nummer 11. En ja, desnoods ga gewoon naar haar eigen website. En je kan hem daar nog steeds kopen. Daar zijn ze allemaal volgens mij nog steeds te koop. Dus dat is die. De volgende tag is, wat is je meest gebruikte palet? Nou is het eigenlijk jammer dat ik nu pas heb bedacht dat ik deze video ging maken. Want ik heb kort geleden heb ik een aantal oudere paletten die ik heel intensief had gebruikt ook echt weggedaan. Dus anders had ik die kunnen laten zien. Maar ik heb er nog één, dat is ook een oudje. Ook uit 2017 en ook nog met zo'n kwastje. Dus dat ga ik er even uithalen voor het eruit valt. En dat is deze van L'Oréal. Dat is de uit de Color Riche serie en dan heet het Lilas Cherie. En dat ziet er zo uit en je ziet al, ik heb hier zelfs helemaal de bodem bereikt en uitgeschraapt. Dus ik ben al aan de randjes aan het werken. Er zitten enorme kuilen ook in deze. Een iets lager kuiltje in deze, maar ook echt wel een kuil. Maar ook deze heeft echt een diepe kuil. Dus nog even, en ik zit hier ook op de bodem. Die andere twee heb ik dan ook wel gebruikt, maar natuurlijk ietsjes minder. Want dit zijn natuurlijk de hoofdkleuren. Ja, die heb ik dus al ook jaren en dus intensief gebruikt. En laatst dacht ik, zal ik hem dan wegdoen? Want hij is toch onderhand wel op nu. En ik heb al heel veel andere oogschaduw. Dan kan ik wat nieuwere oogschaduw gebruiken. En ja, dan wat ik dan altijd doe is een soort van afscheidslook maken. Dus ik had met deze ook een afscheidslook gemaakt. En die heeft hij overleefd. Want ik werd weer opnieuw verliefd op dit paletje. En ik dacht, goh ja, dat is toch eigenlijk ook echt wel een heel mooi paletje. Dus ik ben er nog steeds niet op uitgekeken. Ik merk wel, ik denk ook omdat hij ouder is, dat de pigmentering aan het afnemen is. Dus hè, de kleuren lijken hier wat voller, of in ieder geval wat gepigmenteerder in de pan dan dat ze op je ogen inmiddels zijn. Als je hem nieuw koopt, dan heb je wat meer pigmentering. En dan is dit ook echt wel donker. En nu is dat niet meer zo donker. Of die dit jaar nog overleeft, weet ik niet. Want ik ga ook dit jaar hem weer gebruiken. En dan gaan we even kijken of dat dan nu echt de afscheidslook wordt. Of dat hij nog een jaar overleeft. We gaan het meemaken. Maar ja, weet je, hij is wel bejaard hoor. 2017, dat is voor oogschaduw wel oud. En dan tot slot de laatste categorie. Die heb ik ook zelf bedacht. En dat is, welk merk zou je het liefst naar Nederland willen zien komen? Want ik koop natuurlijk veel in het buitenland. En nou goed, ik heb allerlei buitenlandse merken die ik leuk vind. En natuurlijk zou ik het leuk vinden als ze allemaal komen, hè? Maar hoe ik nu dan heb gekeken is, wat zou in mijn optiek ook nog wel commercieel haalbaar kunnen zijn? Want je kan wel een heel beperkt niche merken, zoals Tammy Tenuka noemen hier. Maar ja, de kans dat dat echt gaat aanslaan is denk ik niet zo groot. Dat is te specialistisch, denk ik. Maar dus daar heb ik ook nog gekeken. Dus wat is leuk om hier te hebben en wat zou het ook wel kans van slagen hebben? En daar heb ik gekozen voor Colourpop. Ik heb daar verschillende oogschaduw van. Bijvoorbeeld dit kwadje. Dit is uit hun redelijk... ze hebben recentelijk dit type kwadjes uitgebracht. Hier kun je de pannetjes niet van verwijderen, maar deze zijn onwijs populair. Ze kosten $9. Dus dat is niet zo duur. En dan krijg je best wel veel oogschaduw. Ik geloof wel 6 of 7 gram of zo. Wat best dus bijna 2 gram per pannetje. Dat is best veel. En het is heel erg goede kwaliteit, die kwadjes. Dus dat is een voorbeeld van wat ze hebben. Het ziet er ook leuk uit, hè? Ik vind dat best een aardig doosje. Het ziet er leuk uit, stevig. Dan hebben ze nog 9 panspaletten, zowel in een leuke kartonformaat. Dus dit is dan, hè, dan heb je altijd leuke opdrukjes en reliefjes en zo. En dan 9 van die ronde pannetjes zonder spiegeltje. Er zitten altijd wel 1 of 2 duochromes of super shock, super glitterende is dat bij hun. En deze kan je er allemaal uithalen. Ze hebben ook nog het 9 pansformaat in een kunststofverpakking. Dat is dan met spiegel. Dit is hun Wild Orchid trouwens, maar doet er niet zoveel toe. Maar ik wilde deze pannetjes kun je er ook uithalen. Dus 2 9-pans types. Ze hebben een 12-pan type palet, hier ook weer met karton. Dus dan zie je ook weer mooie glittertjes en glimmertjes en weet ik veel wat. Ook zonder spiegeltje, eruit te halen pannetjes. En dan hebben ze nog de grotere formaten. Die heb ik jullie ook al wel eens laten zien. Daar zitten dan 30 oogschaduwen in zonder spiegel, waardoor het betaalbaar blijft. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Deze zijn in Amerika nu $34. En ja, ik kan me zo voorstellen als je dat naar euro vertaalt. En je doet het voor €35 hier in de winkel. Dat dat gewoon een nette prijs is. Deze kostte, dacht ik, $18. Nou, deze dus $9. En deze zitten volgens mij op... Even kijken hoor. Ik dacht 14 en of 16. Misschien 14, 16 of 14, 14. Weet ik niet. Maar zo rond die koers. Dus ik ga er even vanuit dat dat dan in Nederland ook gewoon in euro hetzelfde bedrag zou zijn.
Dus dan heb je goede oogschaduw, betaalbare oogschaduw. Het ziet er gezellig uit in verschillende formaten. Ze komen bijna elke maand wel met 3-4 nieuwe collecties uit. Dus er is ook heel veel steeds. Hè? Iedere keer als je dan zou gaan winkelen, ligt er weer wat nieuws. Dus dat is natuurlijk ook altijd leuk. Dus daarom denk ik dat het wel kans van slagen zou hebben. Dus daarom zou ik Colourpop willen aanbevelen voor de inkopers van winkels die make-up verkopen. Ik zie dit zo bij de Douglas liggen of bij de Ici Paris. Of ook wel bij de Ethos, de Kruidvat, de gewone drogisterijen, zeg maar. Ook vanwege die prijskategorie. Als ze Make Up Revolution doen, waarom dan niet Colourpop? Dus dat zou mijn hoop zijn nog ooit. Dan hoeven we het niet meer met z'n allen te importeren. Dat was mijn oogschaduwtag video. Vond je het nou gezellig? Klik het duimpje omhoog. Heb jij andere paletten als antwoord gegeven? Ongetwijfeld trouwens, als je mee hebt gedaan, laat dat dan hieronder weten. Leuk. Wat zijn de antwoorden op de vragen die jij hebt? Schrijf het gewoon hieronder. Maak gewoon een lijstje. Vraag 1, vraag 2, vraag 3. Ik vond het heel leuk om zo naar mijn eigen collectie weer eens te kijken. Van wat is eigenlijk de oudste? Wat is eigenlijk de grootste of de kleinste? Dus ik heb bedacht, ik ga dat vaker doen. Ik ga er ook eentje doen met lipstick. En ik denk dat ik er ook een met parfum ga doen. Of misschien ook wel met geurkaarsen. Nou ja, je kan natuurlijk van alles nog wat doen. Nou, dankjewel voor het kijken weer. Laat hieronder weten wat je ervan vond. Klik een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je daar zin in hebt. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei!